En de politie heeft tot nog toe 3 van de 14 arrestanten die uit het cellenhuis aan de Keizerstraat zijn ontvlucht aangehouden. Een groot deel van de mannen is besmet met het COVID-19-virus. De politie werkt met man en macht aan de opsporing van de rest van de ontsnapte gevangenen. Het is vooralsnog niet bekend hoe de mannen zijn ontsnapt. De arrestant Gianni B. is kort na de ontvluchting te Charlesburg aangehouden. Jonathan K. is eerder deze week te Vredenburg gearresteerd. De derde man, Arsenio V., is in het resort Münder gesignaleerd en aangehouden. De mannen zijn weer achter de tralies gezet. In het cellenhuis Keizerstraat zijn de besmette arrestanten met COVID-19 van Nieuwehaven ondergebracht. Enkele van de ontvluchte arrestanten zijn zware criminelen. De politie vraagt de samenleving informatie over deze op de vlucht zijnde arrestanten door te geven aan de desbijzijnde politiepost of te bellen naar het command center van de politie via het nummer 115.